Goedenavond allemaal. Mijn naam is Ulf Kerjic. Ik ben officieel spreker voor SkyWorld Community in Nederland. Daarnaast ben ik ook onderdeel van de communicatiegroep. Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland en ook soms voor België. Tenminste, die de Nederlandse taal kunnen verstaan. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daar kom ik later in de presentatie nog op terug. Het milieu is een hot item, een belangrijk aspect. Op dit moment warmt onze aarde gigantisch snel op, met alle gevolgen van dien. En wij zijn eigenlijk aan het kijken, of sommige, een hele hoop mensen zijn aan het kijken, wat voor innovatieve uitvindingen ze kunnen bedenken om de aarde een stukje langzamer op te laten warmen. Een van die mensen is Anatoly Yunitskiy, die is sinds 1978 bezig met zijn idee. En zijn idee is eigenlijk om onze aarde een stukje beter achter te laten voor onze opvolgende generaties. Hij is vanaf 1978 begonnen met zijn idee en dat was transport op het tweede niveau. Dat gaan jullie zo meteen in de volgende plaatje zien. Maar tegelijkertijd ook iets te kunnen ontwikkelen waardoor de aarde minder snel opwarmt, waardoor we als mens zijnde iets meer terug kunnen geven aan onze natuur. Dit is Anatoly Yunitskiy. Zoals ik net al aangaf, hij is vanaf 1978 bezig met zijn idee. Voorheen heette dat Skyway, tegenwoordig praten over Yunitskiy String Technologies en is Skyway daar een merknaam onder. Maar je ziet eigenlijk hoe hij al in zijn jongere jaren bezig is om dat idee te verwezenlijken. En op een van de foto's zie je een vrachtwagen die daadwerkelijk op een rail staat. Deze foto is genomen medio begin jaren 2000 op een van de eerdere testparken die Anatoly Yunitskiy heeft gehad. Wie is Anatoly Yunitskiy? Anatoly Yunitskiy is voor de meeste mensen op de wereld nog een grote onbekende. Maar in de Russische konterijen is het een zeer bekend persoon. Heeft een x-aantal onderscheidingen ontvangen. Heeft samenwerking met onder andere de Verenigde Naties. En heeft een aantal monografieën geschreven. Wat zou Yunitskiy String Technologies kunnen betekenen? Dus als jullie hier op de foto zien, zie je eigenlijk een paal met eraan een aantal kabels. Ik mag het geen kabels noemen, maar het zijn stringrails. En zijn idee is eigenlijk om transport op het tweede niveau te laten plaatsvinden, zodat de natuur die gebruik maakt van de begane grond, of het eerste niveau, terug kan komen in zijn oorspronkelijke zoveel mogelijk terug kan komen in zijn oorspronkelijke vorm, met alles zoals het ooit is geweest. Dit zijn een aantal modellen van Yunitskiy String Technologies. Hierop kom ik later nog even terug, maar dit is een globale indruk van hoe dat er in het echt uitziet. Wat zou Yunitskiy String Technologies kunnen betekenen? Reductie van CO2, minder snel oplaten warmen van onze aarde, het teruggeven van natuurgebieden daadwerkelijk aan de natuur, zorgen dat de flora en fauna op onze planeet zich enigszins weer goed kan herstellen. Ook in het verleden zijn er al verschillende ideeën geprobeerd om uit te voeren om het transport op het tweede niveau te verwezenlijken. Deze ideeën zijn deels tot stand gekomen, er zijn bestaande ideeën ook, maar eigenlijk heeft geen enkel idee wat het destijds is ontwikkeld, heeft het kunnen worden. En je ziet eigenlijk op de foto's aan de onderkant van de sheet dat het transport op het tweede niveau zeer ernstig nodig is, dat er dus ook daadwerkelijk een noodzaak bestaat of is om Yunitskiy String Technologies daadwerkelijk te kunnen implementeren en te gebruiken, zodat je minder verkeer minder verkeer op de weg hebt en dat mensen op een efficiëntere manier van A naar B kunnen reizen. Wij mensen zijn natuurlijk volhardend. Wij vragen steeds meer van onze aarde met alle gevolgen van dien. En dan kun je denken aan milieurampen, zoals het breken van olietankers in beschermd natuurgebied en een hele hoop andere situaties die kunnen ontstaan. En dat heeft alles mee te maken omdat we onze aardelijke bronnen ook daadwerkelijk aan het uitputten zijn. En er zijn bijvoorbeeld hele mooie innovatieve ideeën om de aardwarmte uit onze aardbol op te pompen, zodat we er boven gebruik van kunnen maken. En je kunt jezelf de vraag stellen of dat verstandig is, omdat er niet voor niets water en vuur en ijs is ontwikkeld. Dat is er niet voor niets. En ik zeg altijd heel simpel, dat moet je intact laten, want
daardoor ontstaan ook deels nieuwe situaties waar wij mensen gewoon heel moeilijk op in kunnen spelen. Wat ik net al aangaf, er zijn verschillende ideeën ontworpen om transport op het tweede niveau te verwezenlijken. Je ziet op de foto links en rechtsonder van de sheet een aantal banen. Dit zijn bestaande banen. De foto rechtsonder is een baan in China. Die wordt op dit moment getest. Lijkt een beetje op Unitsky String Technologies, maar haalt het in de verste verte niet bij het idee van Anatoly Unitsky. Je ziet eigenlijk ook op het moment dat wij mensen een weg niet meer gaan gebruiken, dat de natuur deze geleidelijk aan weer terugpakt. En dit is de meest letterlijke vorm. Je ziet dat er zandbanken ontstaan op het asfalt. Vaak wordt Unitsky String Technologies ook vergeleken met een kabelbaan. Unitsky String Technologies is absoluut niet te vergelijken met een kabelbaan. Waarom is dat niet te vergelijken? Een kabelbaan maakt gebruik van twee grote tandwielen, zowel één boven als één beneden. En daartussen wordt een kabel gespannen en aan die kabel hangt een gondel. Op het moment dat die tandwielen tot stilstand komen, komt ook de gondel tot stilstand. En een paar maanden terug heeft er in Italië een skiramp of een ramp plaatsgevonden op een skipiste door middel van de kabelbaan die er los is gekomen van het besturingssysteem. Unitsky String Technologies is een zelf ontworpen systeem, heeft zijn eigen motor, heeft eigen accu's, waardoor het in staat is om middels artificial intelligence, AI-technologie om het simpel te houden, waardoor het dan in staat is om van A naar B te rijden en zelf te kunnen communiceren met hetgeen wat hij op dat moment eventueel op zijn reis tegen zou komen. Er is ook een video van Anatoly Unitsky beschikbaar op het internet, waarin je ook ziet dat de modellen van Unitsky String Technologies zo zijn ontworpen dat ze niet zullen rijden op het moment dat ze iets detecteren dat voor hun gebeurt. Dan zullen ze ook tot stilstand komen en dan zullen ze ook stil blijven. Dat is een van de legio veiligheidsaspecten die dit bedrijf heeft ontworpen om zoveel mogelijk problemen te kunnen verhelpen. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. Je ziet hier eigenlijk berg en dal. Dat is hoe het er vaak ook uitziet. Als wij mensen daarop iets willen gaan bouwen, zullen we eerst de boel moeten egaliseren. En wat zie je dan? In de meest letterlijke vorm op dit moment zie je dat de dieren die in dat leefgebied leven in de knel komen. Nou, vaak worden als voorbeeld bossen gekapt, moeten aapsoorten toch wel het hazenpad kiezen. Bossen worden afgebrand, beesten hebben geen veilige leefomgeving meer. Dat is allemaal nodig voor ons mensen om er iets op te kunnen bouwen. Als dat eenmaal is gebeurd en de grond is geëgaliseerd, dan start men met de fundering. Die is vaak viermaal groter dan dat je daadwerkelijk ziet. Als de fundering is gelegd, wordt er een stukje zand of aarde overheen gelegd of bestraat. En uiteindelijk zie je dat er een klein stukje, in dit geval is het een doorsnede van een spoorbalk, dat er een klein stukje spoor op wordt gebruikt. Maar hetgeen wat onder de grond zit en wat je niet ziet, is vele malen groter. Unitsky String Technologies heeft een systeem bedacht, ontworpen, waardoor ze minder van het aardoppervlak vragen, maar veel meer kunnen teruggeven. Hoe doen zij het? Of wat is hun idee? Hun idee is om het op pilaren te doen. En in het Engels heet dat intermediate supports. Je ziet dat de intermediate supports op verschillende lengtes van elkaar staan. In dit geval staan ze op één bepaalde lengte van elkaar. Maar je ziet dat ons aardoppervlak daar nagenoeg geen hinder van ondervindt. En dat het ook gewoon intact kan blijven zoals het is. Als de intermediate supports eenmaal staan, dan wordt er een kabel gespannen, de zogeheten string. Als die stringrail op spanning staat, dan worden de kabels die aan de grond zijn bevestigd, worden losgemaakt en die worden bevestigd aan zogeheten anchor supports, of om het simpel te houden, stations. De intermediate supports van Unitsky String Technologies kunnen op verschillende afstanden van elkaar worden geplaatst. Je kunt hierbij denken aan de afstand van het eerste station naar de eerste intermediate support van 100 meter, van de eerste intermediate support naar de tweede intermediate support 200 meter en dan terug naar een ander station ook weer 100 meter. Dit zijn twee bestaande configuraties die ook daadwerkelijk worden getest op het Ecotechnopark in Wit-Rusland en op het testpark in Sharjah. Je ziet dat er verschillende afstanden worden gebruikt. Je kunt hier ook denken aan een afstand van 288 meter
Ook deze testbaan wordt op dit moment in Sharjah gebouwd en zal medio of na de expo ook daadwerkelijk worden getest. En de Unicont, die daar eventueel ook van gebruik zal gaan maken, zal ook dan zijn eerste testmeters kunnen afleggen. Dit is nog wat informatie over het Anti-Derailment System, het ontsporingssysteem in het Nederlands. En je ziet dat dat is eigenlijk een systeem wat je niet ziet, maar wat onder de witte kappen zit verwerkt. Dan is er ook nog een doorsnede van een stringrail en je ziet dat daar datakabels doorheen gaan en een hele hoop andere kabels om in ieder geval ook de energie die op wordt gewekt op een zo goed mogelijke manier te kunnen geleiden. En bijvoorbeeld ook dat de A en de B kant of de plus en de min kant niet met elkaar in verbinding komen te staan, want dat kan ook weer tot een hele hoop problemen leiden. Dit zijn nog een aantal, er is ook nog tenminste een aantal modellen hoe dat eruit zou kunnen zien. Unisci String Technologies is in staat om de modellen op een interval van 2 seconden achter elkaar te kunnen laten rijden. Binnen die interval van 2 seconden zijn de modellen nog steeds onafhankelijk in staat om met elkaar te kunnen communiceren. Dus mocht zijn voorganger remmen, dan zal de eerstvolgende module die daarachter rijdt ook zijn snelheid daarop aanpassen. Dit is een doorsnede van een anchor support of een gebouw met Unisci String Technologies, hoe dat eruit ziet. Je ziet 2 intermediate supports en een anchor support. De module komt aanrijden, kan zijn passagiers in en uit laten stappen en op hetzelfde punt is hij in staat om zijn opgewekte energie af te staan voor stedelijk gebruik. Veel mensen vragen ook wel eens van hoe staat het met de drone? Op dit moment is de drone ook nog in ontwikkeling en kan die op dit moment een laadvermogen tillen van 750 kilometer. De drone is gepresenteerd op het Ecofest van 2018 en zal ook daadwerkelijk straks worden ingezet om in moeilijk bereikbare gebieden de mensen die het moeten bouwen, de constructie zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. De vergelijking tussen Unisci String Technologies en een touwbrug, je ziet eigenlijk hoe dat eruit ziet in de meest letterlijke variant. Een touwbrug hangt aan heel veel kabels. Unisci String Technologies spant de kabels tussen de ene intermediate support en de andere intermediate support. Het is een kopie, een fotocopie, of tenminste een Photoshop foto, geen origineel. Maar normaal gesproken zou de eerste intermediate support aan een oever kunnen staan. En dan kan de andere intermediate support aan de overkant staan en daartussen kan een kabel worden gespannen, zodat mensen op veilige hoogte van de ene kant naar de andere kant kunnen rijden en schepen niet meer in de problemen zullen komen doordat ze tegen een brug zullen opbotsen. Dit zijn doorsneden van Unisci String Technologies, de stringrail. Er zijn 3 soorten types. Er is een flexibel stringrail, dat is de meest onderste. Het mooie van dit type stringrail is dat de module die daar oprijdt geen energie meer nodig heeft, maar zijn eigen energie kan opwekken, verbruiken en zelfs nog energie kan afstaan. Dan is er een stijve spoorconstructie waarbij het mogelijk is om zowel boven als onderlangs gebruik van te maken. En er is een andere spoorconstructie waarbij de modules er aan 1 zijde aanhangen. Dit is een wiel van de Highspeed Unibus, ik moet eigenlijk zeggen Uniflash. Dit is een stukje tekst over de staal op staal wrijving en wat voor energie er dan vrijkomt en hoe dat op een zo goed mogelijke en efficiënte manier kan worden afgevangen, opgevangen en ook weer kan worden hergebruikt voor andere doeleinden. Dit is wat info over de aerodynamica. De aerodynamica van Unisci String Technologies is zo ontworpen dat zowel voor als achter de modules er geen luchtcirculatie ontstaat. Als je naar de doorsnede van de auto kijkt, dan zie je dat de wind er aan de voorkant geleidelijk aan over en onderlangs gaat. En aan de achterkant ontstaat er een soort windcirculatie. En die windcirculatie heeft vaak ook weer effect op auto's die daarachter rijden. Die rijden 9 van de 10 keer in vuile lucht. En soms merk je ook wel eens als je een vrachtwagen passeert, dat er een enorme circulatie ontstaat. En dat is eigenlijk allemaal wind die de energie, die eigenlijk ervoor zorgt dat op dat moment jouw auto meer energie moet gaan verbruiken. Dit is ook nog wat informatie over de Uniflash. Inmiddels heeft de Highspeed Unibus een nieuwe naam gekregen, Uniflash.
Op dit moment zijn ze ook bezig met de voorbereidingen voor een 25 kilometer lang testtraject. Dat kan in Wit-Rusland komen of in de Emiraten. Dat is even de grote vraag. Maar dat is nodig om de Uniflash te certificeren. Hij heeft 10 kilometer nodig voor het accelereren van 0 tot 500 kilometer. 10 kilometer nodig om zijn topsnelheid van 500 kilometer te blijven. En 5 kilometer nodig om van 500 tot 0 kilometer per uur tot stilstand te komen. Zodat alles op een goede manier kan blijven verlopen. Zodra dit model is gecertificeerd, zullen we ook een hele behoorlijke stap nemen in het ontwikkelingsplan. Dan is er nog wat informatie over de Uniflash. Dit type kan 6 personen vervoeren, heeft een maximale snelheid van 500 km per uur. Een kleine vergelijking is de Unibus U4210. Deze wordt gebruikt voor stedelijk vervoer en heeft een maximale snelheid van 150 km per uur en kan 12 tot 14 passagiers vervoeren. Dit is Anatoly Yunitskiy met een patent in zijn handen, wat ik net al aangaf. Anatoly Yunitskiy heeft eigenlijk alles nagenoeg zelf moeten ontwerpen. Alles wat hij zelf ontwerpt, wordt ook direct gecertificeerd en gepatenteerd. Het patenteren en certificeren is een papieren rompslomp, een bureaucratisch een stuk wat ontiegelijk veel tijd in beslag neemt. En dat is tijd die je als organisatie niet zelf kunt bepalen hoe lang iets duurt. Dat moet langs een hele hoop commissies, langs een hele hoop bedrijven. En het is maar net hoe belangrijk die bedrijven Unity Screen Technologies vinden om die zo snel mogelijk door het proces heen te leiden. Dit is de monografie van Anatoly Yunitskiy. Dit is een van zijn eerste monografieën. Dit boek kun je kopen. Destijds kon je het kopen in de webshops. Het is nu waarschijnlijk nog steeds online verkrijgbaar, maar ik denk dat je goed moet zoeken, omdat het een Russische editie is. Maar het is zeer interessant om te kijken hoe hij de wereld voor zich ziet een x-aantal jaren geleden. Alles wat wij nu zien is niet ontworpen in 2014, maar is eigenlijk al ontworpen eind jaren 70, jaren 80, jaren 90. Wat wij nu meemaken is eigenlijk niks meer en niks minder dan de uitwerking van zijn idee. En zijn idee wordt met een hele hoop ingenieurs nog beter gefine-tuned, waardoor het concept eigenlijk nog beter wordt. Dit zijn een aantal patenten van Yunitskiy Screen Technologies, wat ik net al aangaf. Dat is een papieren machine, papieren molen. Op het moment als dat eenmaal doorheen is, dan is ook alles daadwerkelijk vastgelegd, gecertificeerd en beschermd. Dus je kunt als voorbeeld bedenken dat de Unibus U4210 helemaal gecertificeerd is en gepatenteerd is. Dus dat betekent, kort gezegd, dat de Chinezen er wel naar kunnen kijken, maar er niet aan mogen komen. Want anders komen ze in de problemen. Dit zijn wat certificaten van Yunitskiy String Technologies. Heel veel mensen vragen van, is de Europese Unie niet op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies? Het enige antwoord wat ik erop kan geven is jawel. Je ziet het certificaat rechtsonder met het ja-teken erin. Dat is afgegeven in Brussel door de Europese Unie. Dus de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van het bestaan van Yunitskiy String Technologies. En zij houden dat ook nauwlettend in de gaten. Dit is nog wat meer informatie over Anatoly Yunitskiy. Anatoly Yunitskiy is naast Yunitskiy String Technologies ook bezig met andere concepten uit te werken. Een van zijn andere ideeën is Spaceway. Daar gaan we het nu niet over hebben, maar je kunt het terugvinden op zijn persoonlijke site. En de link staat onder de foto, dat is www.yunitskiy.engineer. Dit is de rolling stock van Yunitskiy String Technologies. In het Nederlands rollende voorraad, dus ik houd het in het Engels bij rolling stock. We beginnen bovenaan, dat is de Uniwind. Dat is een module voor 2 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Unibike, dat is een module voor 2 à 3 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Is zowel in manuele modus te bedienen als in automatische modus. En dit is het eerste model dat is gecertificeerd eind 2016. Dan krijgen we de Unicar en de Unicar U4. 430T3 zijn exact dezelfde, alleen de module met 3 secties, zoals je hier op de afbeelding ziet, biedt plaats aan 18 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210, maximale snelheid 150 km per uur, maximaal aantal passagiers 12 tot 14. Dan krijgen we de Unibus U4220T2, oftewel B-rail Unibus, hangt aan een dubbele rail, zoals je op de foto kunt zien. En deze biedt plaats aan 48 personen, maximale snelheid 150 km per uur. Dan krijgen we de Uniflash,
maximale snelheid 150 km per uur. In deze configuratie is er plaats voor 6 personen. Dit model is overigens gepresenteerd in 2018 op de InnoTrans in Berlijn. Dan krijgen we de Unicont. Dit model is op dit moment in ontwikkeling. Zodra de banen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland als de banen op het testpark in de Emiraten Sharjah klaar zijn, zal het model zijn eerste daadwerkelijke meters gaan maken en zal worden getest om vervolgens gecertificeerd te worden. Dan krijgen we de Unitruck, zowel een dubbele als een enkele versie. De enkele versie wordt op het Ecotechnopark getest, wordt gebruikt voor bulkmaterialen. Je kunt hierbij denken aan afval, graan, eigenlijk alle bulkmaterialen. Zowel de Unitrans, dat is een grote lopende band, wordt ook getest op het Ecotechnopark. En deze band zal ook straks daadwerkelijk worden ingezet om bijvoorbeeld steenkolen van de mijn of ijzererts van de mijn naar een haven te kunnen vervoeren. Dan krijgen we een module, die is er wel, maar er is nog haast niks over bekend. Dit is een module die is tentoongesteld op het Ecofest van 2019. Er waren geen specificaties van beschikbaar. Het enige wat ik wel kan vertellen is dat hij gebruik maakt van dezelfde modules als dat die Uniwind dat heeft. Dus dezelfde bovenkant maakt ook gebruik van exact dezelfde lijn als de Uniwind. Dan is er nog een andere module die staat hier niet op. Dat is de module de UniLight, zeg ik goed. UniLight, en dat is een module die straks zal worden ingezet voor het eerste commerciële traject dat naast het Ecotechnopark in Wit-Rusland gebouwd zal worden. Dit is nog een vergelijking tussen Unitsky String Technologies en het huidige transportsysteem. En je ziet eigenlijk dat Unitsky String Technologies keer op keer de meest goedkope is en het bedrijf is dat het minste energie uitstoot of kost of verbruikt. Dit is ook nog een foto van de Unicar, ook genomen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. Unitsky String Technologies is een uniek concept, is nog niet te evenaren, zal ook voorlopig niet geëvenaard kunnen worden. Klinkt heel gek, maar zo is het. Ze lopen gemiddeld 5 tot 10 jaar voor op de huidige techniek. Neem als voorbeeld even als kleine zijstap de Hyperloop. Die zit nog in zijn prototype testfases, maar is eigenlijk nu al geen concurrent. Dat is het nooit geweest, maar de kosten om een Hyperloop te bouwen zijn vele malen duurder dan de kosten om Unitsky String Technologies daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen. Veel vragen zijn er ook wel eens over de veiligheid. Hoe zit het met de veiligheid? Wat gebeurt er als een module nou pech onderweg krijgt? Op deze foto zie je eigenlijk de aankoppeling van twee modules aan elkaar. Dit is aan ons tentoongesteld op het Ecofest van 2019. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben eerst de ene module naar het midden van de baan laten rijden en vervolgens tot stilstand gebracht. Daarna hebben ze de andere module naar boven laten rijden. Die heeft zich aangekoppeld en heeft de zogenaamde kapotte module op een veilige manier terug kunnen brengen naar het station. Dit is een van de tientallen veiligheidsaspecten die geïntegreerd zijn en verwerkt zijn in de modules van Unitsky String Technologies. Dit is een foto ook van het Ecopark. Wat ik net al aangaf, sommige stringrails van Unitsky String Technologies kunnen zowel boven als onderlangs modules laten rijden. Dit is er een van. Bovenop zien jullie de Uniflash en onderop zien jullie de Unibus U4220T2. Er zijn twee prioriteitsstellingen. In 2014 is Unitsky String Technologies begonnen met het certificeren van haar modellen. In de loop der jaren is de vraag eigenlijk meer van passagiers meer naar het vrachttransport komen te liggen. Wil dat zeggen dat de modules voor het passagiersvervoer tot stilstand zijn komen te tot stilstand is gekomen? Nee, absoluut niet. Al die modules zijn klaar, zijn ook gecertificeerd. Enkel niet de Uniflash, de high-speed Uniflash. De rest van de modules is klaar en is klaar om de markt zowel in de Emiraten als in het als voorbeeld om of op Europees grondgebied te kunnen bedienen. Dus dat is klaar. Op dit moment ligt de prioriteit iets meer op het cargo transport, vrachtvervoer. Maar ook hier zijn ze een inhaalslag aan het maken. En zodra de Unicont kan worden getest en zal worden gecertificeerd, zul je zien dat er een stroomversnelling zal ontstaan
aangaande bijvoorbeeld trajecten waar we met spanning op zitten te wachten. Het geluid. Het geluid van Unitsky String Technologies is eigenlijk niet te vergelijken met wat dan ook. Ze geven op de officiële sites aan dat het 80 decibel is wat ze voor geluid produceren. Bijvoorbeeld de Unibus U4210. Maar als je op 150 kilometer voorbij komt rijden, is het geluid eigenlijk te verwaarlozen. Voordat je het geluid hebt gedetecteerd, is de module alweer tientallen meters, etterlijke honderden meters van je vandaan. Ondertussen lijkt het voor ons dat Unitsky String Technologies niet heel veel doet, maar gedurende de pandemie nu deel uitmaakt van ons dagelijks bestaan, hebben ze in Wit-Rusland sowieso ook een aantal aanpassingen kunnen doen aan isolatoren en andere belangrijke aspecten van de stringrail. Je ziet hier eigenlijk een foto van een enkelsupport van binnen en wat ze erop hebben gedaan is betere isolatie aangebracht en ook zorgen dat de energie op een betere manier kan worden verdeeld. Dit zijn een aantal 3D-foto's van hoe het eruit zou kunnen zien. Unitsky String Technologies over land, zowel personen als vrachtvervoer. Unitsky String Technologies over water, door middel van bulkcontainers. In haven, zou in havengebieden kunnen denken. En Unitsky String Technologies nog een keer over land. Wat eigenlijk opvalt is dat het heel weinig land of aardoppervlakte in beslag neemt. Dit is de Indotrans 2018, wat ik nou aangaf. Daar is de High-Speed Uniflash gepresenteerd. Destijds is die gepresenteerd als High-Speed Unibus, maar inmiddels is het High-Speed Uniflash. Mensen wisten niet zo goed wat ze zagen, omdat het een compleet nieuw systeem is. Alle bestaande systemen zijn evaluaties op voorgaande ideeën. Dus een trein had oorspronkelijk al 8 wielen en daartussen zat een bak. Dat noemen ze een vakjargon. Dus het is een wagon, maar om het simpel te houden, daar zit een bak tussen. Unitsky String Technologies was er niet. Elk schroefje, elk detail, wat je maar ook kunt bedenken, is opnieuw ontworpen. Alles wat erin zit, was er niet. Dus mensen hebben zich staan vergapen, hebben eigenlijk letterlijk met open mond staan te kijken wat ze daar hebben gezien, want ze konden het niet bevatten. En vaak wordt er ook wel eens gedacht over Rusland en de Sovjet-staten, zoals het voormalig heette. Maar de staten die daar nog omheen liggen, dat het allemaal oud is. Maar je ziet eigenlijk dat Unitsky iets heeft weten te creëren, wat veel verder is als dat wij kunnen bedenken. Dit is het motorwiel van buiten. Het is best bewaarde geheim van Unitsky String Technologies. Hoe het precies werkt, dat weten alleen de mensen. En die hebben absolute geheimhoudingsplicht. Maar het is het meest unieke. En dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook, want dit is het intellectueel eigendom van het bedrijf. En ja, hier rusten onze pre-IPO's rusten hierop. En ja, mochten ze dit kwijtraken, dan heeft het ook grote gevolgen voor ons. Dus ik zeg maar heel simpel. Er is in dit geval geen beter geheim dan een goed bewaard geheim. Dit is het nieuwe kantoor van Unitsky String Technologies. Dit hebben ze eerder dit jaar betreden. Op dit moment zijn er plusminus 1000 mensen dag en nacht aan het werk om de modules te ontwerpen, te verbeteren en ook daadwerkelijk te fine-tunen. Dit is een van de fabrieken van Unitsky String Technologies. Hier wordt in geproduceerd. Op dit moment wordt hierin geproduceerd voor de Emiraten testmodellen, zowel als voor de testmodellen voor het testpark in Wit-Rusland. Zodra de commerciële trajecten komen, zullen ook de modules worden geproduceerd die gaan rijden op de commerciële trajecten. Dit is het Ecotechnopark zoals het erbij lag en zoals het nu is. Het is een voormalig tankterrein wat Unitsky van Anatolie heeft gekregen, Anatolie Unitsky. En daarvan heeft hij op dit moment een levendig testpark weten te creëren. Wat ook wel even leuk is om erbij te vermelden, is dat hij voor de lokale bevolking in Wit-Rusland een heel groot ecologisch vakantiepark heeft gecreëerd. Dat park is de hoogte van de grote vijver die je op de achtergrond ziet liggen in de foto. Daar is een heel groot testpark verrezen en daar zal straks ook het eerste commerciële traject gaan komen. Dit zijn nog wat foto's van het Ecofest van de modules. Deze foto's zijn genomen medio 2018.
En je ziet eigenlijk hoe dat eruit ziet en hoe weinig ruimte de intermediate supports van je string technologies in beslag nemen. Samenwerking. Unitsky String Technologies heeft tal van samenwerking met onder andere B-Kaart. Ik hoop dat ik het goed uitspreek voor onze Belgische vrienden onder ons. En dat is een van de samenwerkingen die tot stand is gebracht. B-Kaart heeft ook al daadwerkelijk de kabels voor Unitsky String Technologies geleverd. Deze kabels kun je op Google Earth daadwerkelijk zien liggen op het testpark in Shaya. Dan zijn er nog een aantal andere samenwerkingen, ook een belangrijke samenwerking, maar die niet op de sheet staat, is met Dassault Systèmes. Heel veel mensen hebben nog altijd het idee dat Unitsky String Technologies niet waar is, dat het er nooit gaat komen. Een klein beetje side informatie, de eigenaren van Dassault Systèmes, dat kun je opzoeken, behoren tot de 25 rijkste mensen ter wereld. Dassault Systèmes is een heel gerenommeerd bedrijf, dat zich ook onder andere bezighoudt met de luchtvaartindustrie en is ook bereid geweest om Unitsky String Technologies te voorzien van hele belangrijke systemen, software, waardoor Unitsky String Technologies haar modules nog beter kan ontwerpen. Dus dat dit gebeurt wil eigenlijk een hele hoop zeggen. Voor heel veel mensen kan ik me voorstellen dat het niet zo is, maar ik kan je eigenlijk met dit stukje al laten zien dat het wel zo is. Dan gaan we van Europa naar de Emiraten. Hoe is het op dit moment in de Emiraten? Het testpark in Sharjah is nog steeds in aanbouw. Inmiddels is het Ecohouse volledig af en de eerste lijn van 400 meter is ook af. De gebouwen waar nu aan wordt gewerkt, dat zijn de opstapstations voor de 2,5 kilometer lijnen die nu worden gebouwd. En die zullen medio oktober ook daadwerkelijk klaar zijn. Volgens eigen zeggen wat Oleg Seretsky, de CEO of U-Sky in de Emiraten, heeft aangegeven in meerdere interviews. Dit is een maquette van hoe dat er ongeveer uitziet. Wat ik net al aangaf, een aantal gebouwen zijn af en een aantal gebouwen moet nog. De 2 keer 2,5 kilometer lijnen, daar wordt nu aan gewerkt. Funderingen voor alle gebouwen wordt ook aangewerkt. Voorheen kregen we dat nog wel eens te zien, middels de officiële en onofficiële kanalen. Maar tegenwoordig zien we veel foto's van de 2,5 kilometer lijn, omdat het ook de belangrijkste lijn is die nu in een rap tempo klaargemaakt moet worden, zodat die kan draaien met de expo. Dit is een foto van een van de 2,5 kilometer lijnen. En dit is ook meteen de foto met de palen die je hierop ziet, waarvan ik al eerder aangaf. Deze komen op een tussenpose te staan van 288 meter van elkaar. Dan zie je op een iets kleinere foto de aanbouw van een van de anchor supports. Dus het gaat eigenlijk het verloop volgens planning. Dit zijn ook een aantal foto's van gebouwen die inmiddels klaar zijn. De foto linksonder is een anchor support, dat is op dit moment nog in aanbouw. Die is misschien nu al een stukje verder, maar het ecohuis is af. De foto rechtsonder is een foto voor de technische dienst. Dus het gaat eigenlijk met deze foto's de goede kant op. Dit is de eerste lijn van 400 meter. Deze is inmiddels af. De foto is iets ouder, maar hij is operationeel. Op dit moment worden daar overheidsfunctionarissen, delegaties mee vervoerd en journalisten, zodat ze een goede indruk kunnen krijgen van hoe het is, hoe het kan zijn om te reizen met Unitsky String Technologies. Dit is een foto van zowel cargo als passagiersvervoer. Je ziet er een container, wordt op dit moment ook al daadwerkelijk getest. De eerste bevindingen worden ook gedeeld met Wit-Rusland, het kantoor in Wit-Rusland, zodat zij de besturingssystemen voor de grote Unicont nog beter kunnen analyseren en nog beter kunnen fine-tunen, zodat het model beter beslagen ten ijs straks de markt kan gaan betreden, maar ook straks zijn eigen testfases in kan gaan. De Unicar van binnen, dat is een VIP-versie. Deze is speciaal gemaakt voor de Sheikh van Sharjah. Op zijn verzoek zijn wens. Maar op dit moment krijgen dus ook journalisten en overheidsfunctionarissen de mogelijkheid om met dit transportsysteem te kunnen rijden. Toekomst in Dubai, hoe ver staan ze? Unitsky String Technologies is een van de drie bedrijven die heeft
aangegeven, of die in aanmerking is gekomen voor het bid wat de autoriteiten van Dubai, de RTA, hebben uitgezet. Om het heel simpel te houden, niet bang worden. Ik ga het wel gewoon vertellen zoals het is. Er zijn 3 bedrijven geweest. Unitsky String Technologies, Skytrain en Beamcar. Beamcar en Skytrain zijn concepten. Unitsky String Technologies staat er met vlag en staat met kop en schouders boven die 2 andere bedrijven uit. Maar je kunt niet een vraag uitzetten en maar 1 bedrijf erop laten reageren. Dus vanuit de netheid gezien is het altijd beter en altijd goed dat ze ook andere bedrijven de mogelijkheid geven om te reageren op zo'n vraag. Alleen Beamcar is een concept, heeft zelfs modules van Unitsky String Technologies in hun eigen video's gebruikt. Er is een hele hoop commotie over ontstaan. Skytrain is een samenwerking met onder andere NASA. Die hebben nog geen testbaan. Het zijn puur concepten, puur ideeën. En kunnen niet op korte termijn leveren. Dus om het simpel te houden, Unitsky String Technologies heeft de beste papieren, staat er het beste voor. Als je kijkt naar video's van het Masterplan 2040, wat de Sheikh van Dubai onlangs heeft bekendgemaakt, dan zie je nog steeds dat Unitsky String Technologies onderdeel is van dat plan, want die modules zie je in de video rijden. De toekomst in de Emiraten, ja, dat gaat als een lopend vuurtje straks rond. Ik heb net voor deze webinar ook alweer berichten gezien dat er echt wel iets aankomt. Er zijn overigens officiële nieuwsberichten geweest, kun je straks terugvinden op internet, Facebook onder andere. Maar het gaat eraan komen. Waar staat Unitsky String Technologies nu? Nou, op dit moment zijn ze volop bezig met het testen in Wit-Rusland. Het testen en het bouwen van de testpark in de Emiraten. Zodat ze straks op een goede manier beslagen ten ijs de markt kunnen betreden. Nou goed, het is voor iedereen eigenlijk zelf de keuze, wat maakt dat hij of zij het goed vindt om dit project te ondersteunen of te supporten. Ik kan enkel zeggen, wanneer je daarvoor kiest, je geeft eigenlijk een ontwikkeling die goed is in alle situaties, van alle kanten, de mogelijkheid om straks ook daadwerkelijk gebruikt te kunnen gaan worden. Waardoor ze dus ook kunnen bewijzen dat de technologie die reeds in 1978 het daglicht heeft gezien en nu is ontwikkeld tot een volwaardig kindje, om maar zo te zeggen, dat die straks ook op een goede manier volwassen kan worden en daadwerkelijk iets kan teruggeven. De voordelen, ik heb ze eigenlijk al min of meer gedurende de presentatie opgenoemd. Er zijn tal van voordelen. Een efficiëntere manier van transport, zowel van cargo als personen van A naar B. Tijdbesparend, mindere aantasting van het milieu. En zo kan ik eigenlijk nog een hele grote lijst bedenken en opnoemen wat dit concept uniek maakt. Dan gaan we van reality naar augmented reality. Ik zie dat ik een sheet mis. Dus de overgang is even plotsklaps. Zoals ik net al aangaf, ik maak zelf gebruik van de applicatie AdForHunter. En AdForHunter is een applicatie die het ons als investeerders of potentiële investeerders in staat stelt om een lijn te creëren van Unitsky String Technologies, zodat je mensen in je eigen omgeving kunt laten zien hoe dat eruit zou kunnen zien. Augmented reality is geen virtual reality. De omgeving is bestaand. De module die jullie op de foto zien, die zijn niet bestaand. Dat is gedaan met een digitale laag die je eigenlijk legt over een bestaande omgeving. Dit zijn ook nog wat foto's in augmented reality. Wat belangrijk is om te weten is dat een aantal trajecten tot stand is gekomen dankzij deze techniek. Dus het lijkt voor de meesten een simpele techniek. En sommigen zullen misschien wel zeggen, nog een manier om geld op te halen. Nee, het bedrijf dat deze techniek heeft ontwikkeld staat los van Unitsky String Technologies. Staat wel onder supervisie, want alles is persoonlijk goedgekeurd door Unitsky String Technologies, Anatoly Unitsky zelf en zijn vrouw, die ook een belangrijke rol heeft binnen het
binnen het bedrijf. En ik kan je vertellen dat het geen makkelijke mensen zijn. Zoals ik net al aangaf, ik ben beta-tester. En wat houdt dat in? Ik test eigenlijk in weer en wind test ik de applicatie. En het enige wat ik doe is constant aangeven, dit is niet goed, dat is niet goed, dat kan beter, zo zou je het beter kunnen doen. Kun je dat niet creëren? Kan er dat niet in? Die mensen worden eigenlijk ramgek van mij. Maar uiteindelijk hebben we dus wel met z'n allen een product kunnen ontwikkelen dat realistisch lijkt. Maar de nieuwe versie die er binnen nu in een kleine periode aan gaat komen, die is verbluffend. Dan zie je eigenlijk totaal het verschil niet meer tussen augmented reality en realiteit. Ik zal die foto's dan ook met jullie gaan delen, zodra het kan en mag. Maar het geeft wel aan dat deze techniek heel belangrijk is in de ontwikkeling van je Unitsky String Technologies. Kan ik hierin participeren? Ja, dat is zeker mogelijk. Ik raad daarvoor wel even aan om contact op te nemen met degene die je voor deze webinar heeft benaderd. Hij of zij zal prima in staat zijn om je alle ins en outs van deze unieke opportunity te vertellen. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen aan het eind van deze presentatie mijn contactgegevens en die van Nettie Sommers ook in beeld komen. Die kun je opschrijven en dan kun je ons ook benaderen met vragen, zodat we je verder kunnen helpen. Laten we het kort samenvatten. Dit systeem is uniek. CO2-neutraal, klimaatvriendelijk. Noem het zo gek niet op. Eigenlijk voldoet het aan alle vragen die we op dit moment kennen en hebben. Dit transportsysteem is klaar om de markt te gaan betreden. Zal dat ook doen. En zal dat op een manier doen dat ze eigenlijk eigenlijk naar een hele hoop, hele hoop situaties een mokerslag kunnen uitdelen. En dan in een positieve zin, omdat ze iets terug kunnen geven wat daadwerkelijk helpt. Unitsky String Technologies in de media. De afgelopen weken is er een tsunami ontstaan van mediaberichten die Facebook bereiken, die eigenlijk het internet bereiken en die eigenlijk alle investeerders bereiken die het maar willen lezen. Eigenlijk op alle continenten is er over Unitsky String Technologies bericht. CNN heeft er over bericht. Een nieuwsbedrijf in Australië heeft er over bericht. Vandaag heeft een Engels mediaconcern erover bericht. In Amerika is het gezien geweest op ABC, CNBC, Fox News. Alle zenders hebben Unitsky String Technologies vermeld, hebben ze dat ook laten zien. Commentatoren wisten niet heel goed wat ze zagen, konden het zich ook niet heel goed voorstellen. Maar goed, waren eigenlijk wel positief verrast. Ook in Duitsland is Unitsky String Technologies op de televisie geweest. Ik heb het niet hier op de sheet. Zelfs in Roemenië, Italië. Ik kan eigenlijk de lijst nog langer maken, maar het gaat de goede kant op. Dus ondanks de huidige pandemie die we nu hebben, zie je dat Unitsky String Technologies niet tot stilstand is gekomen. Is de vertraging? Absoluut. Maar zijn we tot stilstand gekomen? Absoluut niet. Dit is Oleg Seretsky. Wat ik net al aangaf, Unitsky String Technologies is in ontwikkeling en zal straks worden uitgerold door de hele Emiraten. Op de foto, iets grotere foto, het is misschien niet heel goed te zien, maar dat is een koersbord. Hier staan alle Emiraten op. Er is gisteren een video verschenen waarin je dat koersbord heel goed ziet. Ik zal dat kijken of ik dat... Ik heb dat gedeeld in de Facebookgroep. Ik zal even kijken of ik dat ook nog in de Skypegroep kan doen. Of ik zal niet kijken, ik zal dat doen. Maar dan zie je eigenlijk dat alle Emiraten straks Unitsky String Technologies zullen hebben. Maar dat Sharjah het eerste Emiraat is wat Unitsky String Technologies heeft. De rest gaat het krijgen, Sharjah heeft het. Er is net minder dan een uur geleden een nieuwsbericht op Facebook verschenen. Ik heb dat al wel in de Facebookgroep zelf kunnen delen, maar dat is een Engels bericht geweest wat Unitsky String Technologies ook weer uitgebreid toelicht. En waarbij ze ook aangeven dat Sharjah het eerste emiraat is dat het zal krijgen en hebben. Ze hebben het al, maar ze zullen het straks ook op commerciële wijze gaan krijgen. Dit is zo'n routevoorstel voor de Emiraten. Deze komt uit een officiële presentatie die te downloaden is op www.uskytransport.com. Dit is een potentieel routevoorstel dat is gedaan aan de Emiraten, aan het Emiraat van Dubai.
Uit dit voorstel kun je opmaken dat ze achter de schermen heel hard bezig zijn. Er is een roadmap, die zit ook in diezelfde presentatie, kun je downloaden. En daar zie je eigenlijk de routekaart op van wat ze zullen verwachten. En medio oktober, om en nabij of rond, of net rond die maand, met het begin van de expo, is de bedoeling dat de eerste officiële commerciële contracten ook ondertekend worden. Dit is ook weer door Oleg Seretsky in meerdere video's of meerdere interviews die hij heeft gegeven, zowel in het Russisch en in het Engels, bevestigd. Investeren naar stage 15. Ja, we zitten op dit moment in stage 14.2. We naderen natuurlijk wel stage 15. Stage 15 kan een lange stage worden, maar kan ook heel snel voorbij zijn. Op het moment als die voorbij is, zullen er nieuwe commerciële projecten komen. Dat zijn gerichte projecten waar je zelf als investeerder op kunt intekenen. En dan zal ook de Skyway token, waar eigenlijk heel veel mensen met smart op aan het wachten zijn, zal dan ook worden gelanceerd. Meer informatie hierover zal later volgen, zodra die beschikbaar is. Nieuwe sites. Zoals ik net al aangaf, er zijn een aantal nieuwe sites. Schrijf ze even op. De eerste is www.uskytransport.com. Dit is de site die is gelanceerd voor de Emiraten. Tenminste, die is vanuit de Emiraten gebruiken. Is gelieerd aan www.unicity.com. Dus ze horen echt bij elkaar. Hebben ook een eigen LinkedIn-pagina. Alle belangrijke nieuwskanalen hebben ze. En dan is er by SWS. SWS by. www.bysws.com. Dit is de site die straks, net zoals www.svg.io, staat hier niet op, maar die straks helemaal zal worden gericht voor de tokens en alle andere situaties. Wat misschien wel voor de mensen die bezig zijn met cryptocurrency leuk is om te vermelden, is dat ze gebruik maken van het Ethereum-netwerk. Dit zijn de andere reeds bestaande sites. Ik ga ze even rustig met jullie door. De eerste is www.skyway.capital. Dat is de site voor onze back-office en voor alle investeringen die je eventueel zou kunnen doen. Staat je natuurlijk vrij. Of andere informatie. Dan krijgen we www.unitsky.com. Dat is de officiële site van Unitsky Group of Companies. En dan krijgen we www.unitsky.engineer. Dat is de officiële site van Anatoly zelf. Dat kun je ook een heel stuk over Spaceway vinden. Is echt zijn persoonlijke site. Ook zijn persoonlijke levensloop kun je daarop terugvinden. En dan is er de Facebookgroep waarin ik eigenlijk dagelijks, of zodra er een update beschikbaar is, die deel met mensen die hebben geparticipeerd in deze unieke mogelijkheid. Dit zijn de contactgegevens van Nettie Sommers en mij. Zodra ik de presentatie afrond, zal ik hem even terugzetten op deze pagina. Mocht je vragen hebben, wij staan bijna 24/7 voor jullie klaar om alle vragen te beantwoorden. Slapen wij? Ja, we slapen wel degelijk. Maar goed, soms kun je gewoon heel veel uit een dag halen en net iets meer doen voor een ander. Om mensen een goed gevoel te geven. En voor ons is het allerbelangrijkste dat iedere persoon die heeft geparticipeerd in dit mooie project, dat hij daar ook rust in heeft en dat al zijn of haar vragen op een zo goed mogelijke manier beantwoord kunnen worden. Mocht het zijn dat we vragen niet kunnen beantwoorden, zullen we er alles aan doen om die vragen alsnog beantwoord te krijgen. Ik ben hierbij aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor jullie aandacht en aanwezigheid. En ik hoop jullie natuurlijk weer te mogen verwelkomen op de eerstvolgende presentatie aankomende week. En die zal worden gegeven door Nettie Sommers. Ik ga hem afronden. Ik dank u. Ik wens u een fijne avond. En tot de volgende keer.